Linda, we zijn weer voor de laatste keer in Kwakveen. En voor de laatste keer gaan we op zoek naar de Prinsenkanje. We hebben nu 2 kandidaten. We zoeken eigenlijk nog misschien wel een derde. Misschien zijn er nog wel meer Prinsenkanjes, we weten het niet. We zijn nu op de proeftuin in Kwakveen. En we zijn op zoek naar nummer 56. En daar moet de prins misschien wel wonen. Het zou zomaar kunnen zijn. Oh, het is echt helemaal aan het eind van de straat, Linda. Even kijken. Ja hoor. Ja. Goedenavond. Ja, hij is er gewoon. Goedenavond. Nou, goedenavond. Gaston? Ja, zeker gezien! De nationale prinsenloterij! Ja, dat ik dit ook. Kom snel binnen! Kom gezellig, joh! Ongelooflijk! Linda, we mogen! Goedenavond! Ja, ja! Kom, kunnen we door? Ja, loop lekker verder! Ik kom snel op goed! Goedenavond! Ja, hij mag er wel! Gaston, je mag er wel genieten! Hij mag wel! We zijn live met de nationale prinsenloterij! Wat hebben we de jarigen? Soelen! Geef dit. Kunnen we even gaan zitten? Ja, laten we even. Isabel, kom naast me zitten. Oh, dit zijn altijd de momenten waar je altijd van droomt. Jongen. Weet je, wij doen het wel lang mee. Dat was mijn doel natuurlijk niet voor het geld of zo. Of nee, waar doe je het voor? Ja, voor het goede doel. En wat zijn nou van die doelen dat je denkt van nou. Daar doen we het voor. Ja, weet je wel, dan, dat je dan lekker op vakantie kan of zo, weet je, echt een goede stemming. Oh nee, ik kan even dompen. Deze hebben we net al uitgereikt. Oh. Dus die is hier niet gevallen. Oh, dat is het was maar 12,9 miljoen. Ja, nou ja. Ja. Ja, nou, ja die hebben we net bij meneer, Vaas hier om de hoek. Nee, ging een keer van het eten, zei hij bij het keldertje. Maar waar we hier voor komen? Dat is voor de Prinsenkanje. De kans is dat je dan misschien wel prins gaat worden van Kwakveen. Weer? Ja, weer? Wacht, hey, sorry. Maar die prijs heb ik in 2012 al gewonnen. Hoe bedoel je dat? Ik ben al Prins Carnaval al geweest. Je bent al een keer Prins Carnaval? Ik ben al een keer Kwakveen? Kwakveen, ik heb ook bewijs. Ik heb hem hier, hij hangt natuurlijk altijd, want ja, ik ben daar natuurlijk trots op. Ik was samen met de twee hofdames Charlotte en Donja, dat is natuurlijk geweldig geweest in dat jaar. Ja, en ik kan niet 2 keer winnen, denk je? Nee. Dat is wel erg jammer dan natuurlijk, ja. Je ziet het, de prinsen kan je maar 1 keer winnen en dan houdt het op, dan moeten we weer gaan. Nou ja, we kunnen natuurlijk nog wel wat drinken. We hebben de bloemen al uitgereikt. Ja, laten we dat dan wel doen. Laten we dat gewoon doen. Het is wel spannend nu weer gelijk, want wie wordt dan de prins? Ja, ik schakel even over naar Linda in de studio. Linda, we gaan dat dan toch 12 november in Flora zien, wie dan de prins gaat worden. Wie de Prinsenkanjer en zijn hofdames gaan worden, dat gaan we 12 november in Flora zien. Ja, voor hier is het over en uit. Wij gaan er nog even een feestje van maken. Ik zou zeggen, terug in de studio. Bedankt. We gaan wel in ieder geval, we gaan er wel naartoe. Ja, we gaan wel spannend, het wordt wel spannend natuurlijk. Ja.